6 jaar had ik niet in de gaten dat ik gehandicapt ben. In groep 7 en groep 8 werd ik gepest en mocht ik niet meedoen met tikkertje. Het heeft veel bij mij losgemaakt. Verdriet, woede, angst. Angst voor later. Zal ik ooit een vriendje krijgen? Ik was bang om naar de middelbare school te gaan. Daar zouden ze me ook wel gaan pesten. Gelukkig was dat niet het geval en had ik veel vriendinnen. Ik haalde mijn VMBO-diploma en ging naar het ROC. Zoals jullie zien, zag ik eruit als een jongetje. Dit gebruikte ik als muur die mij voor mijn handicap zou beschermen. Zo onopvallend mogelijk, want ik zou toch geen vriendje krijgen. Mensen in een rolstoel zijn namelijk stom. Die horen geen vriendje te hebben. Ik voelde me thuis op het ROC. Dat zag je ook aan mijn uiterlijk. Bij speciaal dingen maakte ik me op en mijn haren werden langer. Toen ik in de eerste zat, moesten we een week lang iedere avond optreden in de vorst. Dit was niks voor mij, toch even een filmpje van de uitvoering. Ik was zo zenuwachtig, maar het is me toch gelukt. Vanaf dit moment ging mijn verandering best hard. In de tweede kregen we de opdracht een persoonlijk filmpje te maken. Ik pakte de kans en maakte een filmpje over de omgang met mijn handicap. Daar gaan we nu naar kijken. Ik ben jou. Vertel eens wie je bent. Ik ben Daniel Kanelski. Ik ben SUW aan het ROC in Tilburg. Ja, bij mij in de klas. En je hebt een filmpje gemaakt. Wat was je item en waarom? Nou, ik heb een filmpje gemaakt over hoe ik met mijn handicap omga om mensen te laten zien dat ik gewoon alles kan doen wat eigenlijk iemand die loopt ook kan doen. Oké, heel apart. Ja. En waar ben je allemaal, wat voor dingen ben je allemaal tegengekomen tijdens het maken van jouw filmpje? Maar eigenlijk niet heel veel moeilijkheden, want ja, het is gewoon goed gegaan. Ik heb alleen, ja, met mijn cameraman is niet goed gegaan, maar ik heb hulp gekregen van de klasgenoot en van andere mensen, dus gewoon goed gegaan. Ja, dat is wel heel fijn. Ja. En het eindresultaat is prima? Ja, ik vind hem leuk geworden. Heel dus mooi. We zijn benieuwd wat jij allemaal kunt in je rolstoel. Oké. Ja. Hallo, ik ben Danielle en heb vanaf mijn geboorte een hersenbeschadiging waardoor ik niet goed kan lopen en dus een rolstoel nodig heb. Ondanks mijn handicap ben ik leiding bij de scouting. De kinderen gaan er goed mee om en als ze iets willen weten, dan vragen ze het gewoon. Het is best lastig om boodschappen te doen. Dit komt omdat ik geen gebruik kan maken van een boodschappenkarretje en sommige schappen zijn veel te hoog. We break our enemies with fear. We've seen
Ondanks die dingen is het wel mijn werk en zit ik er achter de kassa. Klanten zien niet dat ik een handicap heb en dat vind ik wel mooi. Mout, een hele goede vriendin van Daniel. In de klas is Daniel eigenlijk gewoon heel normaal. Ze heeft niet echt bepaalde aanpassingen nodig. Ze doet eigenlijk heel veel dingen die wij ook doen. Ze kan zelf zelfstandig een deur openmaken. Ze kan eigenlijk alles heel zelfstandig. En als je zo met haar omgaat, heb je eigenlijk helemaal niet het idee dat ze echt in een rolstoel zit. Het was een leuke ervaring en ook Willemien heeft er iets van geleerd. Ik ben nu eindelijk wie ik ben. En ik heb niks meer te verbergen.